normaal gesproken, dan staat Gerrit op. Ja, vaak verward. En dan weet hij eigenlijk niet zo goed meer wat hij doen moet. Scheren zit nog goed in zijn systeem en tanden poetsen. Maar er zijn ook momenten dat hij de ene hand de tandenborstel heeft en de andere hand heeft hij dan zijn scheerapparaat. Ja, en dan staat hij van, ja, wat moet ik nou? Maar er zijn ook dagen bij dat hij dat niet doet en dat het goed gaat. Nou, ik help hem dus met wassen. Eerst had ik Gerrit onder de douche alleen, gaat niet meer. Hij weet niet meer hoe de kranen open en dicht moeten. Hij weet niet als hij zijn haar moet wassen, hoe hij dat moet doen. Dus dan sta ik met een douchecabine half open, alles wordt nat. Dus dat werkte niet. En toen dacht ik, ja, want iemand zei al tegen mij van, goh, waarom schakel je thuiszorg niet in? En nou, dat voelt nog niet goed. En ik geloof dat, ik weet niet of ik dat nou zelf bedacht of iemand er tegen mij zei van, dan dacht ik, zet je in bad. Even je haar wassen. Mijn haar wassen.